Want ik wil het graag hebben over het boek In het hart van David Baldacci. David Baldacci is bekend vanwege zijn boeken over advocatuur. Alleen dit is een echte familieroman. Het heeft totaal niets met advocatuur te maken. Het verhaal gaat over een scenario-schrijver die van het oosten naar het westen van Amerika vertrekt. Met zijn auto in de jaren 30 in Amerika. De man komt helaas bij een verkeersongeluk. Jammerlijk om het leven. Zijn vrouw raakt daarbij zwaar gewond, raakt in coma. Hij heeft een dochter en een zoon die worden opgevangen samen met de in coma liggende moeder door hun overgrootmoeder. Gaan op de boerderij werken, komen steeds meer in contact met de omgeving. De kinderen moeten ook meewerken op de boerderij, wat ze in het begin heel erg tegenvalt. Maar later beginnen ze er heel veel plezier in te krijgen, mede omdat ze ook zien hoe producten op de markt komen, waar hun eten vandaan komt en dergelijke. Ze worden op een gegeven moment, raken ze steeds meer betrokken bij het landleven. En wat mij aan het boek het meeste bevalt, is dat het is gewoon wat ze noemen tegenwoordig een page-turner. Je begint bij bladzijde 1. Ik ben geen snelle lezer, maar ik zou het in een week tijd kunnen uitlezen. Het is een echte familieroman wat je pakt, letterlijk, zoals de titel al is, in het hart. En het heeft mij niet meer losgelaten.